hebben vandaag een ongelooflijk spannende aftrap van Charlie. We hebben keihard gewerkt aan het script en decor en de kostuums, aan de muziek. En vandaag gaan we het aan iedereen in ieder geval laten zien. En we gaan lekker lezen, we gaan het mooie script lezen wat John geschreven heeft. En alle grappen die we al een beetje bedacht hebben. En de aftrap van Charlie, we gaan nu echt beginnen. Het is iets waar wij ons al weken op zaten te verheugen. Het voelt een beetje als een eerste schooldag. We hebben het decor gezien van Carla. Nou, het is helemaal de stijl in ieder geval waar ik heel erg van hou. Jaar 20, jaar 30, dat Art Deco gevoel. En het ziet er zo vet uit. Het is echt gaaf. Ja. Arno heeft de kostuums ook vandaag gepresenteerd en ja, het is dus de jaren 20, jaren 30, de Broadway feel. Dus het zijn hele nette dingen, een beetje die dandy feel heeft hij erin gelegd. Ja, het ziet er allemaal heel, heel mooi uit. We gaan zo meteen het script nog een keer lezen en dan gaan we de muziek doornemen. En nou, het gekke huis kan gewoon beginnen. Vanaf nu is ons leven weer totaal veranderd. En gaan we als een dolle richting première 9 december. Nu gaan we gewoon fulltime met z'n allen 24/7 aan de bak. En ik heb al de hele ochtend een grote glimlach op mijn gezicht.